lang. Ik voel me lang normaal, maar jij bent nog veel langer. Oh boy. Alrighty, leuk dat je kijkt. Mijn naam is Mark en welkom bij een VR game weer, genaamd Vader Immortal. Dit is een game over Star Wars, Darth Vader, van de naam Vader Immortal. Ik weet er nog niet heel veel van, ik heb een klein beetje gespeeld wel. Maar ik dacht van ja, het is misschien een stuk leuker om deze game op te nemen dan hem zelf te spelen. Er zijn drie verschillende episodes als het ware, of drie verschillende games eigenlijk. Episode 1, 2 en 3. Duren allemaal ongeveer een uurtje. Ik weet er verder niet heel veel van het verhaal ofzo, maar we gaan het lekker samen ontdekken. Dus let's go. Of tenminste, let's ik go ofzo, weet ik veel. Ik hoop dat het werkt. Het is een tijd geleden dat ik VR heb opgenomen. Ik kan jullie zo zien, onder mijn neus ding door. Nee, de laatste game, VR game en de enige trouwens die ik op mijn kanaal heb opgenomen is Keep Talking and Nobody Explodes. Waarbij je die bom moest ontmantelen en Ben mijn bommenontmantelaar hulpje was. Maar nu heb ik helemaal niemand, behalve mezelf. Even kijken, confirm. Let's go Dio. A long time ago in a galaxy far, far away. Oh, kan ik ondertiteling aanzetten? Dat zou echt top zijn namelijk. Flip de bypass switches voor de hyperdrive. Zijn dat deze krengen? Oeh, kan ik wel aanraken? Of zeg je dan... Oh, dat is ik buiten me. Oh, nee! Oh, deze dingen. Klik, 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 klik. Oh, yeah. Hyperdrive... Oh! Pakken. Let's go, yo. Thank you. Hoe heet jij ook alweer? Zoe3. Zoe. Ik ga je Zoe noemen. Kan ik lopen of hoe werkt het ook alweer? Oh ja, dat is wel een ding. Je kan teleporteren, maar het is niet echt leuk voor het opnemen. Dus ik loop nu in VR, maar niet in echt. En dat fuckt een beetje met je brein. Een Wookiee Bowcaster. Okay. Oh, dit is een Chewbacca of zo, toch? Oh ja. Yeah. Kan alleen niet meer schieten. Kan je neer halen, Zoe. Wat ben jij voor helm? Oh. Het zijn knuffels of wat is dit? Gadver. Kan ik hem op toe? Ha! Oh, wat goed! Ik kan nu niet meer lopen. Waarom kan ik soms wel soms niet lopen? Dat vind ik best verwarrend. Defense system? Oh, daar zit hij. Of zoiets. Ik weet niet wat het... Ik ben oprecht geen... Het is dichtbij. Kan ik de volgende doen? Uh-oh. Oh boy. Ja, let's go check it out. Ik wil eerst even gaan kaarten met je. Kan, mag ook niet. Oh yeah. Wow. This is Admiral Carius of the Galactic Empire. Surrender control of your ship immediately. Oh boy. Gaan we niet doen hoor. Oh boy. Oké, dus we gaan, moeten nu verplicht naar die gasten toe. Of zo. Nee. Wat hebben we fout gedaan? Uh-oh. Ah, oh, dit is zo raar. Maar zo cool. Echt, als je nooit VR hebt ervaren, het is echt gigantisch vet. Vooral het eerste moment is echt. Zijn jullie daar? Volgens mij zijn jullie daar ergens. Dat zijn stormtroopers. Die ken ik. Niet schiet hoor. Ik heb mijn handjes omhoog. Ja, doe ik. Ik weet niet waar dat zit, maar ik doe het gelijk. Oh, hier. Hoezo? Uh-oh. Waarom is het niet goed of ben ik nu aan het wissen? I'm officially worried, Captain. Ja, same. Open your doors. En... Oh, just a moment. Sorry, we're... Whoa! Oh. Hi. Oh, die gasten. Don't move, scum! Nou zeg. Hallo. You've caused us considerable inconvenience, smuggler. Echt niet? High five. Oh nee! Zoe! Jij bent, ziet er cool uit. En jij ook. Oh. Nee, dat hoeft niet, dat hoeft echt niet. Ah. Dat was fel ook trouwens, holy moly. My name is Admiral Carius. In a moment, Darth Vader, Lord of this monolith. We'll give you a task at which you will undoubtedly fail. Niet? Kom je pet hebben? Mag ik je pet pakken? Weer saai. Oh boy. Oh, hallo. Oh, dit is echt bizar eigenlijk. Hoor ik niet hier naar voort staan? Of niet? Oh, hij is lang.
Ik voel me lang normaal, maar jij bent nog veel langer. Oh boy. You may wonder why I have brought you here. You are required to perform one simple task. Prima, denk ik. Ik denk dat ik het na de eerste toch wel ga doen. Is dat goed? Open this configuration and I will spare your life. Ik sla met je. Hij is echt oprecht heel eng. Do as Lord Vader says. Ja. Ah, ze ben je. We hebben iets willen. Hoe doe ik het dan? Auto knop klikken, oké. Paf! In je gezicht. Dat is van mij hoor. Haha. Doei. Hebben? Grapje. Oké. Geen grapje. I will send for you shortly. Prima jongen. Hey, was gezellig. Bedankt voor het lachen. Volgende keer bij jou. Toch? Ah joh. Zo ben je een beetje leuk, hè? You. Hey. Come closer. Maat, jij ziet er echt eng uit. Hey, je leeft nog, Zoe. Nice. No one's been able to do that for eons. Oeh, wat zijn eons? Jaren? Maar dan in jouw gekke taal? What bloodline? What are you talking about? Also, please introduce yourself. Ja, hoe heet je? Dat vind ik een goeie, Zoe. Mag jij wel. Philip. Ga je Philip noemen? Ik weet niet of het Philip is of Philip. Oh ja, natuurlijk toevallig nog zo'n ding leren. Wat is dit voor ding? I don't want to ask, but where have you been hiding them? Ja, dat dus. Ik weet dus ook niet hoe die eraan komt, hoor. It looks like that damaged the panel. Can you pull it open? Kun je pull wat open? Precies. Oh, kijk! En dan gewoon dit eruit trekken, toch? Oké. En dit dingetje eruit. Die dan daarin. Hoppakee. Dit kan weg trouwens. Kijk eens, jongens. Wow, you did it, Captain. Ja, no worries. It's, Philip, Violet, was it? I was technically not. Philip. Ik vind hem Philip. Okay, no offense, but this is not our first jailbreak. Step aside. Oh, niet? Oh, nee, natuurlijk niet. Nee. Makkie. Spannend, jongens. Kijk dan. Voorzichtig. Ik ben er niet misselijk, dat vind ik fijn. Terwijl het wel zo'n game is om echt misselijk te worden. Het voelt oprecht alsof ik erin zit. Dat is echt tof. Ik kan hem indrukken, maar het doet niks, want ik hoef hem niet in te drukken als ik dit doe. Oh, knopje. Of moet die? Hoppakee. En die moet dan daarin. En dan moet hij weer terug. Of moet hij weer... Toch? Oh, draaien, oké. Ik denk dat we het Hey! How did you... Ik ben mijn monteurtje. Oh. Ja, dat heb ik gedaan. Nou, mooi. Toppie. Nou, lekker bezig, Philip. Wow. Oh, ja, oké. Ja. Rustig. Ik kan toch niet rennen. Maar dan moet ik hier staan. Ik ben gelijk de weg kwijt. Thank you. Dus, er zitten twee aardbeien voor een shampootje, zegt de een tegen de ander. Mag ik eens voor het raampje zitten? Nee? Oh. There's the windfall. Hey! That's our ship. Dat is ons schip. Quickly, let's move. Ja! Uh-oh. Hoe kom je in zo? Oh, die heb je natuurlijk gepakt van die vorige gast. Oké, chill. Niet. We zijn er prisoners geweest. Ja, jullie zijn prisoners geweest. Jullie mogen wel nemen. Ik zit nooit in de gevangenis gezeten. You'll have to find the priestess of my clan. Prima, je bent echt één gast van dichtbij. Even wat personal space. Take my lore totem. Ik weet niet wat het is. Maar ik ben het er niet mee eens. Oké. Ga ook heen. Ja, ik weet niet waar ik heen moet hoor. Oh, gaan we gewoon weer naar boven. The elevators are going into lockdown. The only route is via these private chambers above us. No telling what's up there. Oké. It can't be worse than this, right? Nee. Tenzij jij slecht hem op gaat vertellen. Dan is het nog slechter dan dit. Hoppakee. Thank the maker. Thank the maker. Hallo. Niet mij even bedanken of zo? Oh boy, trapklimmen in VR is alles een ding. Ga maar hoor. Oh. Oh, ga maar. Hup, lopen. Doe maar. Ga maar lopen. Ik denk dat ik vastloop of zo. Ja, super. Toppie. Oké. Dit is zo misselijkmakend altijd, zo'n trap in VR. Oh, anders ik wel.
Vooral als het nep is, de hoogte. En je brein denkt dat het echt is. Super. Nou, daar gaan we hoor. Wat is dat voor ding? Het is een trofee. Ah, het is een lightsaber. Oeh, ik wil hem hebben. Oh yeah. Oh yeah. Jou gaat... Oh, oké. Okay. Oh, wat is dit? Gast. Auw, ja. Force. Move, wegwezen. De lights heb ik niet bij om te gebruiken. Ik heb ook de force, hoop ik. Heb ik die niet. Initializing training program. Uh-oh. Dit is zo gaaf hoor. Nu moet ik hem hier houden. Maar ik heb net die gast al ongeveer geslagen. Oké. Okay. Oh, het geluid is. Zo goed. Wow. Aha. Kan ik zo zonder lightsaber. Gewoon gooien. Grapje. Hoe een badass zo. Zie ik ook uit als een badass of niet? Da-da-da-da-da. Zag je dat? Cool. Kan ik hem niet omwisselen? Want ik ben links, dus ik wil hem graag in mijn linkerhand hebben. Moet ik hem steeds even over... Of moet ik hem zo pakken steeds? Ook prima trouwens, zo. En deze zo. Ja. En dan heb ik... En iets anders natuurlijk, dat is een lightsaber, maar dit is veel cooler. Ja, dit is hoog. I know. Yay! Ja, en voor mij... Denk je dat ik het niet leuk vind? Denk je dat ik het wel leuk vind, bedoel ik? Ik kom niet uit mijn woorden, moet je nagaan. Ik weet niet of ik kan vallen. Ja, hallo, hoe dan? Zijn we er onderdoor? Oh, zo zwaar is het helemaal niet. Auw! Wat was dat? Was dat mijn bureau? Ik weet dat ik daarheen moet. Of kan ik deze gewoon... Slower? Oeh, dat is tof. Dat is heel nice. Cool. Oké. Okay. No. Toen ging ze dood. En wij ook bijna. Take my lore totem. It will help her find you. Oké, okay, met die lore totem kunnen we caverns. Iemand van die Philip gast vinden of zo. Wat is het? We got the caverns. Mm-hmm. How are we gonna find the priestess? Heel hard roepen, denk ik. Zou vast helpen. Intruders on the excavation dock. Uh-oh. Oh, misschien moet ik even mijn lightsaber pakken. Is dat handig? Auw. Yes, zeker. Auw. Ik heb er ook één. Nog één. Heel tof dit hoor. Ik wel bijna neer volgens mij, mijn scherm wordt donkerder. Eraan. Zag je die? Mis. Allemaal mis. Die was nog raak. Heel goed. Hey, is dat... Ah nee. Oh, ik heb niks. Ik heb geen lightsaber. Kom erbij. Ja, ik ook. Mag ik mee? Ja, top. Hi. Dan durf je niet meer. Dat is toch een persoon? Of ben ik gek? Oh, dit is die priester. Oh, chill. And our future is in your hands. Oh boy. Fate has chosen you. Mij? Uh-oh. Lord Vader, it wasn't our fault. The Mustafarian forced us to help him. Do not insult me with excuses. Oh boy. Nou, dat is Zoe. You know what I seek. Ja, dat klopt. Take the artifact key. Open the sanctum lock now. Deze? Sorry, geen tijd voor grapjes. Het spijt me. Wees saai, zeg.
er überhaupt iets beweegt, vind ik eng. Weet je dat? Bizar. Uh-oh. Zo van die trajectdingen. Oh nee! Oh, hij gaat me helpen. Dat is inderdaad. Aha. Dat is snel. Ik kan ook niet lopen, dat is vervelend. Ja, heb ik. Nog een keer. Ik mag. Auw. Oké, jij mag me hitten. Mis. Oké, die was raar. Sorry. Ik mis alles. Zou verschijnen achter me meer, dat is beter. Ik wil gewoon weer een keertje raken, dat zou top zijn. Oh. Wow. Wow. Hey. Oeh, dat is wel cool. Mag die dan? Oh, dat is een nee. You have acquitted yourself well. Thank you. Heel veel neergestoken. You will have seized the bright star. Wil ik dat? I sense a latent force ability within you. Ooh. Follow me and I will instruct you in its way. Ik wil de force leren. Is cool. You will need the force if you are to survive the path ahead. Cool, prima. Show me. Mag ik mee? Mag niet mee. Cool. Alright, dit is deel 1. Alright, dit was de eerste episode. Oh, hier sta ik. Het is zo raar om hier te zijn. Goed, dit was de eerste aflevering van Vader Immortal episode 1. Ik denk dat ik ook wel 2 en 3 ga doen. Kijk al die dingen om mijn hoofd gelijk trouwens. Holy moly. Maar goed, dat was voor deze video. Vond je nou een leuke video, doe dan een blauw duimpje omhoog. Vind je nou een leuk kanaal, vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je weer in de volgende video. Laters.